Dit is de Kai Hering zoals we hem het liefste zien. En dat was een andere kant van hem. Ritchie, die als pupil een transfer maakte vanuit... Groningen. En hoe was dat er op de weg terug? Ja, dat was piepen en veel stoppen. Veel plaspauzes. Maar het was wel erg leuk. Ja, sinds ik was geboren hadden mijn ouders al honden. En toen ging ik om mezelf. En mijn vriendin die wilde maar één soort hond en dat was deze. Ridgeback. Rhodesian Ridgeback. Kijk, daar is hij weer. Ja, vandaar dat we nu ook een hond hebben. Ritchie houdt, zoals je ziet, ook van camera's, net als een voetballer. Super eigenwijs, eigen wil. Los! Hij begint nu wel beter te luisteren, maar in het begin stond je echt voor lul soms. Zoals net, eventjes. Maar hij heeft gewoon zijn eigen wil en doet zijn eigen ding, maar is ook heel lief en gevoelig. Kom, gaat hij weer hoor. Verdediger Kai heeft door Ritchie nu ook de trainersrol. Bijvoorbeeld toen hij zijn pup zinnelijk moest maken. Eigenlijk wel, want we woonden nu nog steeds appartement. Dus je moest steeds naar beneden. Om naar buiten. En op een gegeven moment, kijk, 's nachts heb je daar niet zoveel zin in om weer naar buiten te gaan. Dus we hebben hem op het balkon elke keer alles laten doen. Schoenen en dat soort dingen die door de kamer vlogen. Maar nu gaat het steeds beter. Hij wordt steeds rustiger en wel beter voor ons ook thuis. Dus we hebben wel een aantal jongens die honden hebben. Wie zijn dat? Willem, Dave. Elroy, Steve, en misschien mis ik er nog één, maar... Christian, ja, klopt. Is het dan toch iets voetballers eigen om een hond te nemen? Ik denk misschien dat ze ook hetzelfde hebben gedacht, wat ik heb gedacht, zeg maar. Gewoon dat je buiten het veld lekker nog naar buiten kan en lekker met hem gaat lopen. Ja, met dit weer is niks beter, toch? Gaan jullie ook wel eens met z'n allen wat met de honden doen? Nee, mijn vriendin is Willem, waar we vroeger woonden, daar woont Willem dan. Die is af en toe tegengekomen. Nee, we hebben nog nooit echt afgesproken met z'n allen om, misschien wel een goed idee. Pootje? Andere poot? Liggen? Kom liggen. Goed zo. Ja, opgevoed hè?